Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt bewolking van het zuiden uit over het land. En die bewolking die neemt ook neerslag met zich mee. Trekt op dit moment al over Zeeland en zal zich geleidelijk in de loop van de ochtend gaan uitbreiden in noord- en oostelijke richting. In het noorden en uh, noordoosten blijft het nog lang droog, met misschien nog een waterig zonnetje, maar daarna raakt het ook daar bewolkt en gaat ook wat regen vallen, hoewel de hoeveelheden minder zijn dan in het zuidwesten. In de middag breekt misschien nog even de zon door in Zeeland en wordt het daar alweer droog. En die droge periode winnen dan ook weer terrein. 11 tot 12 graden wordt het. Vanavond gaat het kwik weer wat omlaag. De neerslag trekt weg en het klaart van het westen uit wat vaker op. Het blijft stevig doorwaaien. De windrichting wordt langzaam meer zuidwestelijk. Dan morgen een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Met in het oosten van het land nog wat zon. In het westen van het land al wat sneller bewolking. Hoewel ook daar de zon nog wel eventjes zal schijnen. Het blijft droog tot in de avond. Dan volgt van het zuiden uit regen. En zondag zorgt een laag drukgebied voor perioden met regen. En voor veel bewolking. 8 of 9 graden dan met een naar west draaiende wind. Maandag en dinsdag gaat de temperatuur een fractie omlaag. Maandag 8 en dinsdag 7 graden. Het blijft licht wisselvallig met soms een bui. En ook wat zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl